Welkom bij SVZWTV en deze keer de wedstrijd SVZW tegen Apeldoorn. En ja, Joshua Terhaven staat weer op het veld. Eens kijken wat SVZW kan maken. Zijn er dan nog veranderingen in de opstelling? Ja, Joshua Terhaven is terug van de blessure. Alleen Michael Wensink is dan wel geblesseerd. Dus Joshua neemt de plek over van Michael Wensink. En dan de opstelling van ZSW. Wat opvalt is natuurlijk Burak Tekay, verleden jaar nog bij SVZW voetballend. En dan is Dokkie het veld. En dan volgt de rest natuurlijk ook. En gaat u wel van zitten voor een fantastische samenvatting. Want in deze wedstrijd gebeurt echt van alles. Kansen over en weer, mooie doelpunten, minder mooie doelpunten. Ga ervoor zitten zoals ik al zei. En geniet van de SVZW tegen CSV Apeldoorn. En gelijk vanaf de aftrap laat CSV Apeldoorn zien dat ze hier zijn gekomen om minstens 3 punten weer naar Apeldoorn toe te nemen. Want ze zit in een goede flow wat dat betreft. En hier al gelijk een goede mogelijkheid vanaf de aftrap. Zo is SVZV natuurlijk wel gewaarschuwd. CSV Apeldoorn weer aan de aanval. En gelukkig kan Michiel Achterhoek dan die bal gewoon oppakken. En dan is het Cenk Oegoes. En naar Kevin Hamer. Kevin Hamer kan dan die bal volgooien. Wie komt dan die bal erin? Oegoes nog met een mooie kans. Maar die gaat dan naar naast toe. Ja, zo hebben allebei de ploegen even het visitekaartje afgegeven voor deze wedstrijd. En dan pikken we de wedstrijd op met een aanval van CSV Apeldoorn. En dan komt de bal bij Tabahuni. Tabahuni krijgt een hele rare twist aan die bal mee. En die lepelt hem dan over keeper Achterhoek heen. En zo staat het 1-0 voor CSV Apeldoorn. Hier nog één keer. Ja, ik heb die bal een beetje raar op de schoen. En geluk bij een ongeluk, zoals wij dat dan willen noemen. Maar geluk voor CSV Apeldoorn. Dan staat het 1-0 voor CSV Apeldoorn. Doelpunt Tabahuni. En dan is het toch de plicht van SVZW om de gelijkmaker op bord te proberen te zien te krijgen. Met een ingooi van Swiers. Swiers kan dan wat kappen en draaien. Komt de bal nog een keer terug bij Swiers. Kan dan kijken of hij een voorzet neemt. Nou, wat mooie beweging. Hè? Komt bij Bas Woest uit. Bas Woest uit kan de bal voor kan komen. En dan keeper de Kater die er niet bij kan. Cenk Oegoes komt naar die bal. Oeh, doet het dan net uit de doel weggehaald. Oh, prachtige mogelijkheid voor SVZW. Maar SVZW bleef doorgaan. Hier weer met Cenk Oegoes. Nou, dan kan Apeldoorn uitverdedigen en zelfs omschakelen met een prima omschakeling, een snelle uitbraak. Tabouni staat voor de goal, maar dan is het oorsprong dat die bal dan op de bal, of dat de voet achter de bal kan krijgen, maar niet goed. Niet goed het vizier staan en gaat de bal over. Dan hier Bas Woesthuis, weer met een verwoestend schot. Hij doet zijn naam goed eer aan. Bal helaas naast en blijft het nog steeds 0-1 voor CC Apeldoorn. SCZW hier op de aanbouw, opbouw en met Swiers, Mirko Swiers kan dan opstomen, dan trekt hij de bal naar binnen toe en neemt dan een schot. En dan is het weer Ten Kate die in de weg ligt en weer die bal oppakt. SVZW rabbelt aan de deur van de keeper Ten Kate. Hier met Kevin Haarman heeft met positie gewisseld met Swiers en dan kan hij de bal naar binnen trekken. Weer een schot op goal, weer keeper Ten Kate. Dan van achteruit opbouwen, de SVZW. Hier met Mirko Swiers, die inderdaad even van positie heeft gewisseld met Kevin Haarman. En dan kan hij de bal voorkomen en is het weer de uitstekend keepende Tekate die de bal uit de lucht plukt. Apeldoorn dan maar weer. Weer een goede mogelijkheid, gaat ook nog maar vlak langs. En zo blijft het toch wel gevaarlijk. Kansen over en weer. Het was een hele aantrekkelijke eerste helft om te kijken. En hier weer een goede mogelijkheid. Maar kan de bal niet worden weggewerkt. Dan kan de bal wel worden weggewerkt. Wordt er iemand tegen de grond aan gewerkt. Maar kan Ruud de Heijden goed mee verdedigen. Dan is het Mirko Swiers. Mirko Swiers. Kan kijken waar hij de bal heen kan brengen. Naar Oegoes. Oegoes zet dan die bal voor. Maar dan is het een eenvoudig balletje voor Apeldoorn. Dan is er een klein misverstand. En dan is het Kevin Hamer. Kevin Hamer kan opstomen naar Tekate. Kevin Hamer kan de bal ontspelen. Keeper ontspelen. Kan het niet. Krijgt de bal nog eens een keer niet in de goal. Dan nog een keer voorzetten. En dan is het gewoon een eigen doelpunt. Ja, als we het zelf dan maar niet doen. Dan is het een eigen doelpunt van CSV Apeldoorn. Heel sneu natuurlijk. Maar ja, zo kun je ook gelijk komen. 1-1 SVZW tegen CSV Apeldoorn.
Drie keer in de herhaling. Ja, Verstraten krijgt de bal heel ongelukkig tegen het been. Ja, en dan is het 1-1. Kopjes gaan naar beneden. Ja, ongelukkig natuurlijk om zo een doelpunt te maken. Maar het is all in the game. Hoort allemaal bij het voetballen. CSV wel weer in de aanval. En de aanval wordt gestopt en wordt er een vrije trap. En ja, Boer Tekai, vroeger spelend van SVZW, kan die bal dan nemen. En dan wordt het een prima schot en gaat ook nog maar net naast. En dan zijn we begonnen in de tweede helft. Zal dat dan net zo'n aantrekkelijke helft worden als de eerste helft? Want ja, we hebben genoten. Kansen over en weer. Niks, geen saai voetbalpotje. En gelijk CSV die gelijk druk zetten op de aanval van SVZW. Hier met de bal naar langs de achterlijn toe. En dan kan de bal worden voorgezet. En dan is het gelijk al vanaf de aftrap alweer gevaarlijk voor Apeldoorn. Aanval gaat door. Maar wordt dan door Michiel Verkeulen een overtreding gemaakt. En dan is het weer een vrije trap. De bal wordt voorgeslingerd voor de goal. Maar dan is het een hoop kabaal om een penalty. Maar de bal is gewoon bij Michiel Achterhoek. En die kan weer verder spelen. Dan SVZW aan de aanval. Hier met Joshua Teravest. Oh, bam, bij een mooi balletje op Oeboes. Maar dat mislukt. En dan is het weer de snelle omschakeling van Apeldoorn. En hier Van Es die helemaal op Achterhoek af kan. En dan is het vrij simpel intikken. En dan staat het 1-2 voor een mooi doelpunt van Van Es. Steven Van Es. Die de bal langs, keeper Achterhoek drukt. En dat is weer de taak van SVZW om gelijk een stand op het punt te kunnen trekken. Dan SVZW in opbouw richting het doel van Apeldoorn. Dus kijken wat hieruit kan komen met Aman. Aman opstompen naar de achterlijn. Kijken of dan de bal kan voorzetten. Kap nog een keer. Probeert dan de bal voor te zetten. Wordt dan aangeraakt. Dan Oekoes kan dan de bal afschermen. Dan komt de Joshua Travis. Oh, wat een prachtig doelpunt. Hij maakt de 2-2. Wat een schitterend doelpunt is dat weer. Natuurlijk ook dankzij Cenk Oekoes. Die bal prachtig afschermt. Dat zie je nog een keer. En dan komt Joshua Travis. De bal vrij voor de keeper te katen. Ja, pakt een hoek. Keeper te katen pakt wel dezelfde hoek. Maar de bal is zo vlammend hard. Ja, geen houden aan. 2-2 SVZW tegen Apeldoorn. Dan een lange trap van Michiel Achterhoek. Hier op Kevin Aman. Kevin Aman naar Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen naar Ruter Heijden. Ruter Heijden kijkt en nou, ziet hij Michiel Achterhoek mooi door laten lopen. Michiel Achterhoek kan een mooi stiefje pakken. En Cengukus. Oh! En als je toch iemand het doelpunt gunt, is het vanmiddag Cengukus. Wat een werker was deze man vanmiddag. Maar weer SVZW hier met Kevin Aman. Dat is het op meer plus 4. Ik kan het niet goed zien, maar dan is het Ruter Heijden. Oh, in de handen van keeper Tekate. We waren druk bezig om te kijken wie die voorzet gaf, maar dan was het gewoon een prachtige mogelijkheid voor SVZW. Dan hier de jeugdige speler Maarten Jansen komt weer invallen. Kijken of hij wat potjes kan breken voor SVZW. Goed dat Geert Veldhuis ook jonge talenten laat voetballen bij het eerste van SVZW. Hier wordt Cengukus onderuit gelopen, maar de aanval mag doorlopen van de scheidsrechter. Dan is het weer een geen voordeel. En dan is het nog heel gevaarlijk. En dan komt Michiel Achterhoek in botsing met Bas Woesthuis. Bas Woesthuis blijft heel daar liggen. Scheidsrechter ziet het niet. Michiel Achterhoek, of Michiel Verkeulen, die gaat er snel heen. Ja, met zijn professionele achtergrond weet hij natuurlijk wat er is. Maar het ziet er niet goed uit voor Bas Woesthuis. Verzorging er nu ook bij. En dat ziet er zeer slecht uit. Hier nog één keer een herhaling. Ja, Michiel Achterhoek gaat natuurlijk voor de bal. Maar ook Bas Woesthuis. En die raken elkaar zeer ongelukkig. Hij is gelukkig wel weer bij. We hebben even ook als SVZW TV contact met Bas Woesthuis gehad. En het gaat hem goed. Ja, en dan schrik je als keeper zijn er natuurlijk wel. Want je loopt je eigen medespeler om. Helemaal begrijpelijk. Ook de scheidsrechter even vragen of het goed gaat met Michiel Achterhoek. En dat gaat het, alleen niet met Bas Woesthuis. Hij zal later nog wel last hebben van zijn hoofd en van zijn schouder. En wensen natuurlijk heel veel sterkte.
En dan is het Tom Strijland die daarvoor komt wisselen. Dan de SVZW met een verre ingooi. Kan Apeldoorn slecht uitverdedigen. Dan is het weer Joshua Travis die bal kan inbrengen. Nou, dat is Michiel van Keulen. Michiel van Keulen. Als een gram in dat schot. En dan zie je net over. Ja, ook weer zo'n zwoeger van SVZW. Michiel van Keulen. Ja, wij van SVZW zijn een grote fan van Michiel van Keulen natuurlijk. En dan heeft hij hier ook gelijk de ingooi. Verre ingooi. Oh, wat wordt dan doorgekot. Dan is het Maarten Jansen. Maarten Jansen kan dan die bal net niet onder controle krijgen. Dan is het weer Apeldoorn die aanvalt. Dan is het Holtkamp die bal van tegen kan houden. Er ligt er ook weer een op het veld. Maar Apeldoorn gaat door. Dan hier met een gevaarlijke aanval van Apeldoorn. De bal kan worden voorgezet. En dan is het Holtkamp die de bal kan wegwerken en dan is het SVZW weer in de aanval. Zo golfde het spel heen en weer. Het was gewoon een super aantrekkelijke wedstrijd om te zien. Ik zou zeggen, mensen uit Wierden, kom eens vaker langs het veld staan om dit soort spectaculaire wedstrijd te zien. En hier is het weer Ruterheide. Ruterheide kapt en draait. Wil dan uit gaan halen, krijgt dan de mogelijkheid er niet voor. Dan is het de bal naar de zijkant. De zijkant kan worden voorgezet. En dan is het, ja, Maarten Jansen. Oh, en hij maakt een prachtig doelpunt. Hij komt een cross langs de keeper. En natuurlijk gun je deze man natuurlijk ook een doelpunt. Want ja, jong talent, net wat ik zei, Geert Veldhuis geeft jong talent een kans. En hier zie je dan de vruchten ervan. Prachtig doelpunt van Maarten Jansen. Super. En zo staat SVZW eindelijk een keer voor in deze wedstrijd. Hier nog één keer die bal. Een hartstikke goede voorzet. En Maarten Jansen komt als een duveltje uit een doosje. Cross gespeeld in de andere hoek. En dan is het, ja, de fans even bedanken die vertrouwen hebben in deze jongen. En dan staan we met 3-2 voor. Eens kijken of we deze wedstrijd kunnen uitspelen. Maar dan is het Apeldoorn die toch flink van de titel aan de gang gaat. En hier nog een goede mogelijkheid. Maar de bal meters naast. Pak je die rebound goed, dan is het aan de beurt. Dan weer SVZW. SVZW hier met een goede mogelijkheid. Maar de bal kan niet goed worden weggewerkt. Dan is het Kevin Amman. Die kan die bal inbrengen. Oeh, dan is het weer een goede mogelijkheid. Dan is het niemand die bal kan intikken. En weer een mogelijkheid voorbij. Michiel Achterhoek die nog eventjes van de titel overheen gaat. Nou, de jongens van Apeldoorn zijn daar niet heel erg happy mee. En ze zie je echt werkelijk alles zit in dit spel. De scheidsrechter geeft allebei een gele kaart. En dan kan weer worden doorgevoetbald. Hier Cenk Oegoes. Oh, wat een prachtig balletje. Ik zei het al, ik gun hem zo goed een doelpunt. Hij werkt zo hard voor het elftal. Maar dan is het weer Apeldoorn. Apeldoorn die de bal net voor langs speelt. Er is niemand die hem in kan tikken. En dat is weer gelukkig voor SSV. Hier met Van Keulen. Van Keulen die bal voor kan brengen. Gaat ook niet op de goal. Dan nog een schot. Maar dan is het keeper te katen die de bal kan oppakken. Apeldoorn. Nog een keer in de aanval. Dan is het die bal die langs de bal doel ging. Tabouini die ook de openingsgoal maakte. En dan is het hier een verre ingooi. Dacht lijkt wel een halve corner zowat. En dan kan er worden uitgehaald. Maar dan is het. Ja, Michiel Achterhoek natuurlijk die bal kan wegwerken. Goeie keeper nog steeds van SVZW. Dan een corner. De corner die kan worden weggewerkt. Maar kan worden opgepakt op de rand van de 16. En dan is er weer een schot. Maar weer Achterhoek die bal pakt. Achterhoek. Verre bal naar voren. Kijken of we dan een uitbraak kunnen maken, zodat er 4-2 op het bord kan komen. En dan is het de wedstrijd gespeeld, want ja, het kan alle kanten nog op deze wedstrijd. Hier Kevin Amman. Oh, het gaat ook nog maar net langs. Kevin Amman, goede aanval. Jammer helaas. En dan is het Cenk Oegoes. Werken, sleuren. En dan is het Maarten Jansen die alleen op de keeper af kan gaan. Maar dan is het nog niet. En dan is het Ruud Heijden die van achter wordt aangetikt. Want ziet niemand. En de bal gaat ernaast. Apeldoorn. Ja, die geeft de moed natuurlijk absoluut niet op, want ja, een knotsgekke wedstrijd is dit. En dan hoor je opeens een fluitje. En dan denk je, wat is dit? Een penalty? Hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Heeft de scheidsrechter iets gezien wat ik niet heb gezien? Ja, hier de bal, maar ongelukkige botsing. En de scheidsrechter vindt dat een penalty. En dan hebben ze natuurlijk wel het geluk met alle ervaring van Ugur Yildirim die is ingevallen. Om die penalty te nemen. We zitten gewoon in de allerlaatste minuut. En kan Achterhoek dan die bal tegenhouden? Nee, het is gewoon 3-3. Misschien ook wel een terechte uitslag. Want we zitten echt in de allerlaatste dying seconds van de wedstrijd. Mag SVZW nog een keer aftrappen?
Maar de scheidsrechter vindt het genoeg. En dan is het 3-3 in deze spectaculaire wedstrijd. Wij bedanken u voor SVZW TV en zien u graag de volgende keer weer.